Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Staatsolie Power Company geeft duidelijkheid over wederom openstellen spuikkleppen. Ministerie van ROM traint belanghebbenden in Awareness Green Climate Fund. Centraal Bureau voor Burgerszaken viert 65-jarig bestaan. Traject naar institutionele versterking, Constitutioneel Hof van start. En CARICOM-leiders unaniem over solidariteit met Cuba. De Staatsolie Power Company Suriname heeft besloten de spuikleppen van de Avobakkadam wederom open te stellen. Dit om overtollig water te lozen en het waterpeil op operationeel niveau te houden. De SPCS doet er alles aan om eventuele overlast voor lokale gemeenschappen te beperken. Directeur Eddie Franklin geeft in gesprek met de Communicatiedienst Suriname meer duidelijkheid over dit besluit. We hebben de gemeenschappen en de districtscommissaris en ook de media geïnformeerd dat we dus op 10 december de spuipoorten open zullen zetten op een minimale opening. En waarom dit besluit? We monitoren zeg maar, het niveau in het Stuurmeer constant en we kijken dus ook naar regenval, naar de voorspellingen. Ja. En we hebben gemerkt dat in de maand november er ten opzichte van november 2021 er drie keer zoveel regen het meer eigenlijk is gevallen. Hè? Dus drie keer zoveel water is het meer binnengestroomd. En we houden ook, zeg maar, we doen ook periodieke voorspellingen omtrent het niveau, ja? Projecties doen we omtrent het niveau in het Stuurmeer. Dus wat je kreeg is dat gronden die direct aan de oever van de rivier zijn gelegen, doordat er meer water door die rivier gaat stromen, zal het waterniveau in de rivier iets stijgen. En dan gaan die gronden die heel laag gelegen zijn, die gaan dan onder water lopen. En daar kunnen wellicht wat kostgronden tussen zitten. Maar de mensen zelf, dus in tegenstelling tot wat er zich heeft voorgedaan aan het begin van dit jaar, in de periode april-mei, waar er dus inderdaad in de verschillende dorpen wat huizen zijn zeg maar ondergelopen, dat zal zich geheel niet voordoen. Dus er bestaat geen enkele reden tot ongerustheid. Eigenlijk juist de gemeenschappen die stroomafwaarts van de dam wonen, beschermt tegen extremen van de natuur. Ja? Want u moet bedenken, als er geen dam in de rivier was, dan zou altijd de hoeveelheid water die de natuur je geeft, zou gewoon door die rivier stromen. En op momenten, ja, dat hebben we gezien, want we meten de hoeveelheid water die het meer instroomt, op momenten in de afgelopen periode, tijdens het extreem spuien, hebben we gezien dat die hoeveelheid water die het meer instroomde, zelfs meer was dan die extreme hoeveelheid die we door die spuipoorten lieten. Om ontwikkelingslanden te helpen bij adaptatie en mitigatie in zaken klimaatverandering is in 2010 het Green Climate Fund, GCF, in het leven geroepen. Voor Suriname is het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu de aangewezen autoriteit om uitvoering te geven aan de voorwaarden van het fonds.
om personeel en stakeholders bekend te maken met de procedures van het GCF, is op vrijdag 9 december een training in communicatie en awareness-strategie verzorgd. Wij maken u deelgenoot hiervan. Het project heeft verschillende componenten en een van de componenten is dus een communicatie en awareness strategie en actieplan op te stellen. Het is dus van belang dat ook het personeel, maar ook andere stakeholders die waarbij er raakvlakken zijn, dat zij op de hoogte zijn van het plan, maar ook de informatie over Green Climate Fund en de procedures, dat zij het kunnen overbrengen aan andere stakeholders en eigenlijk ook vanwege andere stakeholders om ze te engageren in het proces. Wie doet allemaal mee aan die training? Het is voor nu personeel van het ministerie zelf. We hebben dus eigenlijk ook andere stakeholders uitgenodigd. Jammer genoeg hebben zij dus zich niet opgegeven hiervoor. Dit houdt in dat zeg maar, het vertrekpunt voor de communicatie is bepaald vanuit een strategische benadering. Dat betekent dus ook dat alle boodschappen die er geformuleerd moeten worden, de activiteiten die daarbij horen, allemaal zijn vastgelegd in een strategisch plan. Maar waarom is het belangrijk om zo'n plan in elkaar te zetten? Nou, het is heel erg belangrijk om natuurlijk die strategische benadering te hebben voor alle stakeholders, ook maar voor alle activiteiten in de milieusector, om ervoor te zorgen dat we één gezicht naar buiten toe zijn. Dat we weten op welke manier we naar buiten toe communiceren, maar ook intern. En wat er allemaal nodig is om ervoor te zorgen dat we verandering brengen, positieve verandering in de milieusector en als het gaat om klimaatverandering. Voor wie is deze training bestemd? Nou, deze training is bestemd voor alle stakeholders in de milieusector. Die mochten zich opgeven en meedoen aan de training. Wat zijn de basis of de belangrijkste zaken die de mensen moeten meenemen uit deze training? Nou, de belangrijkste zaak is natuurlijk waar start je? Hoe begin je? Wat zijn de belangrijke boodschappen die ervoor gaan zorgen dat we steeds meer mensen gaan enthousiasmeren om mee te werken aan de veranderingen die we willen in de milieusector voor behoud. En natuurlijk ook positieve bijdrage voor klimaatverandering. Het project is eigenlijk om de NDA, dat is de National Designated Authority van Suriname, in deze het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, te versterken om haar taken als NDA te kunnen vervullen onder het Green Climate Fund. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, bestaat 65 jaar. Dit heugelijk feit is op vrijdag 9 december niet onopgemerkt voorbijgegaan. De viering ging gepaard met een aantal activiteiten, waaronder een cookout. De aanwezigen werden bij dit jubileum toegesproken door CBB-directeur Anastasia Kanapé-Pocky, als ook minister Bronto Somoharjo en directeur Mohamed Eskak van Binnenlandse Zaken. Een heel bijzonder moment voor mij als u het mij vraagt. U heeft het zelf gezegd, CBB is een van de grootste dienstverlenende overheidsinstellingen in Suriname. En vandaag herdenken wij ons 65-jarig bestaan. Nou, op deze bijzondere dag is het dan natuurlijk belangrijk om een terugblik te maken. Waar staan wij nu en waar willen we zijn? Toch? Dus het is een bijzondere dag en we hebben een aantal activiteiten voor vandaag gepland en ik denk dat het een heel mooie dag zal worden. Sinds uw aantreden, directeur, welke belangrijke transformaties is CBB ondergaan en hoe ziet het traject na vandaag eruit?
We hebben in 2 jaar tijd de nieuwe leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat is de minister van Binnenlandse Zaken, de directeur van Binnenlandse Zaken en mijn persoon als directeur. Natuurlijk met de ondersteuning van de medewerkers van CBB hebben we een aantal zaken kunnen verwezenlijken. Ik mag u ook aangeven dat wij gewerkt hebben aan wetswijziging waarbij op een heel snelle manier fouten gecorrigeerd kunnen worden in brondocumenten, want het was een heel lang proces. Mensen moesten jaren wachten op verbetering als het gaat om fouten in hun geboorteakte. We hebben gewerkt aan wetswijziging. We zijn gestart met validatieproject, het valideren van onze bestanden. We hebben uitbreiding gedaan van onze dienstverlening. We hebben ook onze e-loketten-diensten gelaunched. Dus we hebben een aantal activiteiten uitgevoerd. We zijn er nog niet, want we hebben nog heel veel in petto voor CBB. Ten eerste wil ik de medewerkers van CBB, het ministerie van Binnenlandse Zaken, wil ik vandaag feliciteren met deze bijzondere dag. En ik wil ook gebruik maken van de gelegenheid om ze dank te zeggen voor de ondersteuning die ze bieden aan deze belangrijke overheidsinstelling. We hebben een slogan en we zeggen CBB Woking Katori. En ik heb gezien dat de medewerkers tot nu toe deze transformatiegedachte goed hebben vertolkt. En ik wil ze daarvoor dank zeggen en ik wil ze feliciteren met deze bijzondere dag. En ook de samenleving wil ik feliciteren. En ik wil de samenleving ook garanderen dat we zullen blijven werken aan verbetering van onze organisatie. Omdat we ervan bewust zijn dat CBB een bijzondere organisatie is. We begrijpen de afhankelijkheid van de samenleving als het aankomt op onze producten. Dus ik wil ze garanderen dat we werken nu al aan verbetering, maar we zullen blijven werken aan verbetering. Want we zijn ten dienste van de samenleving. De instelling van het CBB op 9 december 1957 maakt dat wij vandaag haar 65-jarige jubileum herdenken. Het CBB is de enige overheidsinstantie die belast is met het bijhouden, beheren en bewaren van de totale bevolkingsadministratie, inhoudende de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Het CBB heeft met de komst van de nieuwe leiding van BISA in 2020 een transformatieproces ingezet waarbij de focus is gelegd op efficiënte, transparante, effectievere en klantgerichte dienstverlening. Met de slogan Woking Katori. 65 jaar lange dienstverlening bieden aan de gemeenschap in en buiten Suriname is geen eenvoudig karwei. We hebben geleerd dat het ten alle tijde diensten staan voor land en volk, de organisatie en daarmee de totale Surinaamse samenleving ten goede komt. Het CBB zal nog vele jaren daarvoor zorg dragen, zij het in een getransformeerde vorm. Ik feliciteer jullie nogmaals en ik dank jullie. Het Constitutioneel Hof is krachtens de grondwet een onafhankelijk orgaan dat met zijn besluiten bijdraagt aan de beleving van de rechtsstaat. Om het werk zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, is institutionele versterking een noodzaak. Tegen deze achtergrond is op vrijdag 9 december het startsein gegeven voor training en begeleiding op dit stuk. De training wordt verzorgd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. Het gaat erom dat het Constitutioneel Hof ons heeft gevraagd, de CDR, voor cursussen en training in verband met de institutionele versterking van het Constitutioneel Hof. Dus daar gaat het in dit project om. Ja. Het project wordt gefinancierd in het, grotendeels door het Canada Fonds for Local Initiatives, Suriname en Guyana. En het ministerie van Justitie en Politie is ingekomen met dus het restbedrag dat nodig was om dit project helemaal uit te voeren. En hoe lang zal dit project een looptijd hebben? Dit project is niet, heeft geen lange looptijd. Het is een project van 6 maanden. Dus rond volgend jaar, maart, april, moeten we dus klaar zijn met het project.
Uit de bus, dus de, zeg maar de doelen van het project zijn natuurlijk dat we straks een constitutioneel hof hebben dat versterkt is. Dat meer kennis en kunde heeft om zijn werk uit te voeren. Het constitutioneel hof is jong in bestaan, zoals we, de voorzitter dat ook heeft gezegd en wij ook hebben aangehaald. En ja, het is een andere, hoe zullen we het zeggen, tak van sport, om het zo te noemen. En daar heb je speciale kennis voor nodig, zeg maar, en de kunde. Het gaat niet om het reguliere werk, zal ik zo zeggen, dat bijvoorbeeld het Hof van Justitie uitvoert, maar dan zijn het constitutioneel hof heeft echt specifieke taken. En gezien we dus niet eerder een hof hadden en we niet kunnen steunen op eerdere kennis en kunde, dan moet dus het jonge hof dus geschoold worden, getraind worden om zijn werk goed te kunnen doen. Vandaar dat dus die scholing zo belangrijk is. CARICOM-leiders zijn het unaniem met elkaar eens. Cuba verdient de solidariteit en ondersteuning van de regio. De tijdens de CARICOM-Cuba Summit aangenomen Bridgetown Declaration is volgens minister Ramdin een politieke commitment in het regionale partnerschap met Cuba. De bewindsman blikt in gesprek met de communicatiedienst Suriname terug op een succesvolle bijeenkomst op Barbados. Dit is dus de 8e summit, topontmoeting tussen de regeringsleiders van CARICOM met de Cubaanse president en een vrij forse delegatie van Cuba. Het is een historische zaak, omdat ook tegelijkertijd bij deze 8e summit is de herdenking heeft plaatsgevonden van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen CARICOM en Cuba. En dat is op zichzelf een belangrijk gegeven, omdat er een intensieve relatie bestaat tussen niet alleen Suriname en Cuba, maar ook tussen al die andere Caribische eilanden. Het is ook een emotionele, sterke relatie, politiek, omdat het Caribisch gebied zeker in solidariteit is met Cuba en het Cubaanse volk. Dus op zichzelf hele serieuze zaken besproken, maar daarnaast ook de gelegenheid om een, ja, toch wel te vieren. En dat is op verschillende manieren gebeurd. Qua inhoud is dit ook belangrijk geweest, omdat er belangrijke internationale ontwikkelingen thans plaatsvinden. Dus het is goed om af te stemmen. Uiteraard, de internationale ontwikkelingen zijn ook het conflict in Oost-Europa, de effecten daarvan op de economie. Er is gesproken over voedselveiligheid, over energie, over de landbouwsector, over gezondheidszorg. Wat we meer en meer zien is dat het Caribisch gebied zoveel mogelijk probeert in deze regio ontwikkelingen te brengen, zodat ze niet afhankelijk zijn van de internationale ontwikkelingen. Maar daarnaast ook natuurlijk de effecten van COVID-19, zeker op het toerisme. En Cuba is ook een toeristisch land. En dan wat veel aandacht heeft gekregen is zeker de klimaatverandering en de effecten daarvan op deze regio. En er zijn wat afspraken gemaakt tussen de beide landen. Er is een verklaring uitgegeven waarin al deze punten zijn vervat. En daarnaast heeft Cuba ook veel steun aangeboden op het stuk van volksgezondheid. Dus al met al een hele productieve ontmoeting, maar ook, zoals ik al eerder zei, historisch en symbolisch belangrijk, omdat ook van de gelegenheid weer is gebruik gemaakt om de embargo, de economische embargo die tegen Cuba bestaat vanwege Amerika, al jarenlang, decennia lang, dat is afgekeurd, nadrukkelijk, door alle landen in het Caribisch gebied, en ook vele andere landen in de wereld. De embargo wordt gezien als een sanctie, als een strafmaatregel tegen het Cubaanse volk. En CARICOM vindt dat het eigenlijk uit de tijd is en dat ze moeten samenwerken. CARICOM heeft ook aangegeven dat ze bereid zijn om te kijken op welke wijze ze Cuba kunnen helpen om die relaties tussen de beide landen, de Verenigde Staten en Cuba, te verbeteren, zodat die sancties ook langzamerhand afgebouwd kunnen worden. In eerste instantie is belangrijk de politieke commitment, de samenwerking tussen de beide landen, dus CARICOM als collectiviteit van landen en Cuba. Dat is bevestigd, herbevestigd. Er is ook aangegeven dat er op het stuk van functionele samenwerking, zeker in drie gebieden, op het stuk van landbouw,
op het stuk van voedselveiligheid, op het stuk van gezondheidszorg, enorm veel activiteiten ontplooit zullen worden in de komende periode. Zoals ik eerder aangaf, er wordt al veel steun door Kubak verschaft aan verschillende landen. Ik dacht eigenlijk alle Caribische landen op het stuk van volksgezondheid, ook in Suriname. En recentelijk is minister Ramadine naar Kubak geweest om de problemen die er waren met betrekking tot Cubaanse artsen die naar Suriname werden gestuurd, om die op te lossen. Er zijn wat achterstanden opgebouwd in de afgelopen jaren. Dus die problemen zijn besproken en nu ook opgelost. Dus wij mogen weer verwachten dat we die steun van Cuba gaan krijgen op een stuk van medische specialisten en huisartsen. Maar daarnaast is ook gesproken over handel. Het verstevigen van de handelsbetrekkingen. Cuba heeft veel producten nodig en Cuba kan ons ook veel producten leveren. Dus het bedrijfsleven tussen de beide landen moet goed met elkaar in contact zijn. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.